zo horen. Hebben we een beetje zin in vandaag of niet? Gezellig feestje, ja. Waar sta je dan? Geen eigen thuis waar je nog komen kan. Mijn naam is Roy Ooswegel. Ik ben 43 jaar, woonachtig in Lelystad. Getrouwd, 2 kindjes en een gelukkig man. En zanger van beroep. En zanger van semi-beroep, ja, absoluut. Want je doet er nog iets naast. Ja, ik werk daarnaast nog 40 uur als internationaal accountmanager bij mijn bedrijf hier in Lelystad. En in de weekenden transformeer ik tot entertainer. Oh, dat is een lekker enthousiaste groep. Daar zit toekomst in ons allebei. Ze vraagt nooit wat je voor mij is vraagt. En waarom doe je dat? Want het is ontzettend hard werken met een baan erbij. Ja, klopt. Maar ik vind het zo leuk om te doen. En de energie die je ervan krijgt en de blije mensen die je ziet, ja, dat is, geeft zo'n fantastische kick. En daarom heb ik ook zoiets van, ja, dan blijven we dat gewoon lekker doen. Dus helemaal goed. Dan komt ie. 1, 2, 3. Maar nu lig jij al maanden in de grond. Maar het zijn al je vrienden. Had je de bedoeling? Ik heb het afgesloten door, hoor. Want als je op een dag geen cent meer hebt en niets meer kunt geven. Ja, voel je je als een geboren entertainer-zanger? Dat vind ik een moeilijke. Ja, ik denk wel dat ik een entertainer ben. Ik denk niet dat ik een zanger ben. Ik denk dat er honderdduizenden betere zangers en zangeressen zijn dan mij. Maar ik ben een echte entertainer. Ik weet de mensen te raken op een bepaalde manier die, ja, iets bij ze losmaakt en waardoor ze meegaan in de gezelligheid. Maar echt zanger wil ik mezelf niet noemen. Nee, dat vind ik te gevaarlijk. Hoe ben je er zo ingerold? Ik speelde gitaar met een vriend van mij en daar zong ik bij. En toen hebben we besloten om daar iets mee te gaan doen. We hebben een bandje gestart. Na 4 jaar bandje dacht ik bij mezelf, tijd voor wat anders. En toen ben ik eigenlijk solo gegaan. En dat doe ik nu al 2 jaar met enorm veel plezier. Wat is nou het geheim van een goede entertainer / volkszanger zoals jij? Is dat heilig geloof in jezelf, in je eigen kunnen hebben? Het is geloof in je eigen kunnen, maar het is een stukje gunnen. En ik denk, ik denk dat mensen het leuk vinden dat ze aandacht krijgen. En dat is hetgene wat ik doe. Ik sta nooit op het podium zelf. Ik loop tussen de mensen door. En dat maakt een heel groot verschil. De glimlach van een kind dat met een trein speelt op een bord. Zo'n glimlach maakt je blij en daar kan geen mens meer tegenop. Ja, want even, je werkt 40 uur per week. Ja. Hoeveel optredens doe je er nog bij? Nou, ik zit ongeveer op 1-2 optredens in de week. En dat vind ik ook heel eerlijk gezegd wel gewoon genoeg even. Ik bedoel, ik vind het leuk. Maar ja, ik heb daarna een fantastisch gezin. Een sociaal leven ook nog. Je wil naar de voetbal. Je wil ook een keer uit eten met vrienden en vriendinnen. Dus ja, het draait niet allemaal om de zang. Maar ja, het is wel dat als ik op vrijdagavond een belletje krijg en ik heb niks te doen en het is Roy, kun je komen zingen, dan zit ik in de auto en dan zijn we er. Dit is de laatste keer en ik ben.